Sup peeps, dit is het tweede clipje van zombies die ik doe. We gaan verder waar we zijn gebleven. Ik ga proberen nu zo ver mogelijk te komen in rondes. Misschien niet, want ja, het kan oneindig lang doorgaan. Ligt aan hoe goed je bent. Ik ga misschien uiteindelijk gewoon down voor de lol. Ik heb niet zo heel veel zin om tot ronde hoeveel hoop zou kunnen halen te gaan. Waarom? Het is best wel lang hoe je over zombies kan doen. Ik zit er nu geloof ik 20 minuten op. Tweede filmpje. Kaboom. Waarom kaboom en niet double points? Ja, ik noem het kaboom ook als een nuke. Maar kaboom klinkt veel leuker. Waarom schiet je ook niet elke keer leeg toch? Als ik toch een ander wapen zou kopen. Kijk dan met speed. Zo fijn. Oh, elke keer is bijna leeg. Dus dat betekent dat ik even de koe daar ga halen. Enige wat ik nu nog moet hebben is Mulkick. Die stond daar, als het goed is. Kuda is ook waarschijnlijk het eerste wapen dat ik ga packerpunchen. Precies genoeg. Precies meer dan genoeg. Kuda is het eerste wapen dat ik ga packerpunchen. Waarom? Ik gebruik hem best wel veel op online. Het is een van mijn favoriete wapens. Ik vind de Red Hex Camo cool. Daarom wil ik hem graag op de Kuda hebben. Dan kan ik hem op online gebruiken. Dan zullen jullie hem zien binnenkort op een clippy. De kills die ik moest hebben waren geloof ik, uit mijn hoofd weet zeg, 1000 bij de Kuda. Het verschilt per wapen, dan weet u dat. Heb ik genoeg voor de KN? Ja, dus mijn wapens heb ik compleet. Dus nu ga ik alleen nog, misschien ga ik de Bowie knife halen, want die is op zich wel fijn. Genoeg, nee joh, 30 punten te weinig. Dan ga ik even de Kuda, even kijken of ik een zombie zie. Maar natuurlijk, ik ben net level 2, dus ik heb nog geen custom gobblegums. Dus als ik ga gobblegummen is waarschijnlijk niet zo'n fijne. Kijk, Kain is ook chill en dan met dit. En kijk, het probleem hieraan is, juist niet het probleem is, je raakt bijna nooit Emma, want ik kan hier de Kain kopen en de achterkant de Kuda kopen. Dus qua ammo zit ik safe. Hondjes. Primus heeft 7. Ik moet wel packenpunchen. Repackenpunchen wil ik ook nog doen. Doe ik misschien wel even voor ik het heb gedaan. Ik moet wel nog boksen. Ik probeer monkjes te krijgen. Kijken of die extra perk kan krijgen. Misschien ga ik nog geen speed kopen. Speed. Mail. Ik wil zo min mogelijk ammo verspillen en wachten tot ze hier zijn. En dan kan je headshotten. Daardoor ga je headshots ook omhoog. Ik heb 24 headshots, 1000 punten en 160 kills. Ronde getallen zeg, zo. Minimum. Waarom moet dit nou weer verpesten, stomme hondjes? Kijk of tuintjes. Kijk, en dit zijn ook weer fijn. Ik heb 1320 punten, 5000 verpakken punten. Kuda eerst, dan de KM. Level 3. Kijken. Ja. Dat geloof ik wel weer, level 3. Kijk of ik daar punten voor krijg. Dan weet ik of zombies naar komen. Nope. Ah, het is veel te vroeg om zombies te laten inspannen. Oh, verveling zeg. Maar ja, dit is dus het campplekje. Ze komen alleen vanuit daar en daar. Dus als je hier staat en je hebt speed. Want je moet snel reloaden natuurlijk. Want er komen opeens onwijs veel zombies over een tijdje. Moet je snel kunnen reloaden. Ja, het is ook handig als je, zeker als je een light machine gun hebt, want die reloaden onwijs lang, dat je dan een touch speed hebt. Anders dan is het best moeilijk. Hey, ik wou je headshotten joh, stomme zombie. Eerst volgende ga kopen is denk ik de Bowie knife. Kan ik daar mijn kills krijgen. Nu is gewoon even sprayen. Kijk, zoals je ziet, er komen nu al meerdere zombies. Het is nog niet heel moeilijk hoor, er kunnen veel meer komen. Dat merk je wel in hoge rondes.
Nou kijk, dat is weer fijn. Is dit de laatste zombie? Nee, ik dacht al. Ik begon op eens te rennen. Ik denk van wow. Dus hij komt wat gedamaged. Grenade. Kaboom. Hopen dat ze de ronde zo voorbij. Oh, dat kan ik. Nee, weet je wat? Ik ga de Kuda packen punch denk ik eerst. Fijner dan de bone even, want dan heb ik gepackpunch weapon en dan ben ik safer. Als je eenmaal hebt gepackpunch voor 5000, kan je repackpunchen voor 2500, dus 2500. Dan kan je een special ability op krijgen. Je hebt verschillende. De ene is fijner dan de ander. Ik ga straks laten zien. Eentje ervan. En misschien twee. Ligt eraan of ik niet dezelfde krijg. Weer niet genoeg punt, hè. Nou, waar is die zombie? Kom op, zombie. Nou, er zijn waarschijnlijk meerdere dan nog. Als ze nog niet rennen. Barrier rebuilder. De Krokuta. Daar is er eentje. Grenade. Oh, ik zie die boven zitten. Oh, ik ga dood. Nou, dat was ronde 12. Nou, hier komen geen speciale monsters of zo op, zoals op Shadows of Evil. Daar krijg je Margwa, driekoppig monster. Of op Der Eisendrager, die ik misschien ook binnenkort ga doen. Die zou ik misschien samen doen met Broeder Wolf. Dat is best wel een leuke map. Die vinden we beide moeilijk en leuk. Maar op die map kan je, krijg je de Panzer op ronde 12 en hoger. Dus, ik weet niet of het random is vanaf ronde 12. Nooit op gelet. Meestal gaan we gewoon zo lang nog door. Easter Egg hebben we geprobeerd. We zijn niet heel ver gekomen. Want die is best moeilijk. Je moet dus met vier zijn. Dus dat was gewoon met een paar vrienden. Dat was niet ook op dit account, maar op een ander account. Maar ja, Easter Egg is gewoon heel leuk. Heel moeilijk. Daarom is de IJsendrager een van de leukste zombie maps die tot nu toe is uitgekomen. En hij is anders dan bijvoorbeeld dit, Giant. En daar heb je geen kentplekken. En hij is anders dan Shadows of Evil, want je hebt niet zeg maar, het is niet heel realistisch, maar ook niet, ja, je zou het kunnen zien als een van de realistische mappen van zombies. Shadows of Evil is daarentegen bijvoorbeeld niet echt realistisch met Markwa en zo. Oeh, ja pakken. Schieten. Oh, dat was het weer. Fijn. De Bowie Knife, die wou ik kopen, zei ik. En de KN44 ammo. Dan ga ik deze zo meteen packen, punchen. En dan ben ik eigenlijk klaar. Ja, derde perk. Ja. Ik zou bijvoorbeeld Crispy 5 kunnen pakken. Dan kan ik nog langer doorgaan, maar ja, zoals ik al zei, daar heb ik niet heel veel zin in. Oh. Ja, dan moet ik wel op blijven letten, hè. Want dat is dus blijkbaar geen headshot. Ook al schrok ik echt gewoon op het hoofd. Oh ja, wat nieuw is in zombies op Black Ops 3 is dat je je wapens custom kan maken. Door te levelen kan je wapens unlocken. Ik weet niet welk wapen. Ik geloof dat ik ICR had ik net unlocked. Dan kan ik attachments erop zetten. Maar dan moet ik hem wel gebruiken door hem te levelen. Of gebruiken en levelen. ICR is ook best wel fijn wapen. Voor zombies. Online ook. Insta-kill, ja, die heb ik nodig voor Game Challenge. Bowie knife kill, Bowie knife kill, Bowie knife kill. Naar achter, Bowie knife kill. Gewoon doorgaan zo, gewoon door. Oh, wow, wow. Oh, dat is een kwart. Dat was de laatste, even rennen. Gaan we pack-up punchen. Zo, daar heb ik best wel wat zombie knife kills, geloof ik. Of knife kills, non op een zombie. Oh ja, ik vind het fijn als wel. Oh, hondjes, dan kan je rustig packen punchen. Ik vind het wel fijn als bijna alle deuren open zijn, zodat je kan rennen als je echt een hele horde zombies hebt en je hebt bijna geen ammo meer.
Daar komt een hondje als het is. Zo, hup. En hup, hup. Kom op, geef nog 30 punten. Hup, daar is een hond. Kijk, dit is wel een fijne. Deze hou ik meestal, want dan ben je gewoon 10 seconden... doen de zombies niks, ze zien je eigenlijk niet. Dus ja, je kan twee keer gebruiken. Het verschilt per gobblegum hoe vaak je hem kan gebruiken. Hey, stout de hond. Stout. Doen we niet, hè? Dus max ammo betekent dat ronde voorbij is. Ronde 15 al dus. Ja, ronde 14 gaat zo weg. Kijk maar. Hup. Dit is ook de Krokuta, dus de Kuda ga ik waarschijnlijk ook als eerste repacken punchen. Want ik vind het gewoon een heel fijn wapen. Ja, hij doet niet heel geweldig damage of zo. Maar ja, dat hoeft ook niet per se, hè. Nou, kom op. Laat jezelf zien. Godver. Hup. Joh. Fijn. Net eentje gehad. Kom, zombies, kom. Ja, je kan eigenlijk blijven sprayen, want... ik geloof dat je niet de codes kan opmaken voor de tijd voorbij is van de death machine. Oh. Dat is niet fijn. Niet moeten doen. Kijken daarboven of de mensen zombies komen. Mensen. En knife. En knife. Kom op, knife dan. Hoeveel zombies zijn er nog? Niet zoveel. Ik geloof bijna geen. Dus repack up punch time. Ook al heb ik de KN meer gebruikt. Tenminste, meer kogels nu. Ga ik de Kuda repacken punten. Zo zag 2500, tenminste van de punten afgaan links onder een hoek. En ik heb Deadwire. Op zich chill. Niet mijn favoriete. Er zijn natuurlijk betere, veel betere. Hoeveel punten is deze deur openen? Ja, doe ik maar. Welk wapen zit? Vesper toch? Ja, VMP. Waarschijnlijk koop ik zo. En zo ziet als Deadwire. Dan gaat hij geëlektrocuteerd worden. Even rebuilden. We kunnen nog de punten. Vooral in hoge rondes. Dan wacht ik even tot ik de eerste zombie in gespannen zie. Oh, dat is een hond die er tussen komt. Daar zie ik een zombie. En dan activeer ik deze. Dat scheelt toch weer heel veel zombies die naar me toe komen. Punten, ja, dat maakt me niet zoveel meer uit. Ja, het klopt dat ik daardoor level, maar ja. Level boeit me niet, joh. Al ben ik level 1. En ik vind het leuk om zombies te spelen zo. En dat is goed. Ja, Deadwire. Dat is eigenlijk niet zo heel fijn, want die activeert zo snel. Level 4. Headhunter. 100 headshot kills en zombies. Waarom ik headshot doe? Dus omdat ik dan heel veel kogels overhoud, zeg maar, niet verspeeld. Zie je, bodyshot, veel meer damage moet ik daarvoor, moet ik schieten, zie je? Nu is kogel. Ook geweldig geluid, gewoon QQ. Is de laatste al? Nee. Ja, sorry zombie, ik wil even kijken of er meer zombies waren. Stil, de enige mens op de wereld. Dat zijn de laatste twee, geloof ik. Dus dan gaan we deze repacken. Oeh, of zou ik even dit doen? En dan mealkick halen. Ja, hoezo zou ik dat doen? Misschien dat ik de KRM kopen. Die vind ik heel fijn in mijn opeens.